Medewerkers van het goudbedrijf Boss Enterprises NV zijn niet tevreden over het optreden van de politie na de aanvaring met porknokkers van Balingsula afgelopen maandag. De groep vindt dat ze die dag in de steek is gelaten door de politie die haar eigenlijk moest beschermen. De medewerkers moesten met spoed hun werkplek verlaten omdat ze bedreigd en aangevallen zijn door een aantal goudzoekers van het gebied. De plaatselijke gemeenschap wil dat het bedrijf uit hun dorp vertrekt omdat de concessierechten al enige tijd zijn vervallen. De dorpelingen willen nu zelf activiteiten ontplooien in de concessie. Dit wordt echter tegengesproken door Boss Enterprises directeur Narpat Bisumbar. Hij laat stukken zien waaruit blijkt dat de concessierechten in 2012 met 10 jaar zijn verlengd. Door de escalatie voelen de medewerkers van Boss Enterprises zich niet veilig. Deze situatie had volgens hun voorkomen kunnen worden. Ik erger me eigenlijk daaraan. Want het bleek dus dat de politie alleen daar bij de blokkade is gebleven. En ze zijn weer weggegaan. Wisten ze wel dat jullie boven waren? Natuurlijk, ja, er is toch naar ze gebeld. De directeur heeft naar de politie gebeld en heeft de politie aangegeven dat er hij personeel daar heeft. Dat, er, ja, dat hij werknemers daar heeft in het kamp. En dat ze zich niet veilig voelen. En de politie blijft alleen daar. En de afstand, de afstand van de blokkade naar ons toe was, ik denk 450 meter, niet eens 500 meter. Eigenlijk één van ze kon gewoon lopen naar daar toe, of twee. Maar ze zijn gewoon weggegaan. Dus eigenlijk, ik neem het de politie van Brokkepoort kwalijk. Ik kan niet de hele korps daarvoor beschuldigen. Maar ik neem de politie van Brokkepoort kwalijk dat ze daar zijn gekomen en niet eens degene die ze hebben opgebeld, dat ze niet eens komen kijken hoe wij ons daar voelen. En ze zijn weggegaan en dat heeft de situatie gecreëerd, ja. Ik dacht ze zouden dan bij ons komen, want wij hebben gebeld. Toen ik was gaan kijken, zag ik... Die politie waren weggegaan. Toen belde ik meneer Bisumbar weer en zei, de politie is weg. Die mensen zijn weg, oké, de politieagenten zijn weg. Toen belde de security weer. In Oosta, ze komen naar boven, die mensen komen weer naar boven, die porknokkers. Ze komen weer naar boven. En... Eigenlijk, ik kan het. Er waren. In de ochtend waren er 40. En in de middaguren. Bijna, je kan zeggen, bijna 70 mannen. Volgens de medewerkers van Boss Enterprises hebben de plaatselijke goudzoekers een aantal spullen vernield. Hoewel ze niet blij zijn met het protest, zien de medewerkers de porknokkers niet als vijand. En ik zag de groep. Ze maakten veel lawaai, ja, vrouwen, kinderen, ze schreeuwden van jullie moeten weg van hier, anders. Oké, er was een ietsje oudere heer, hij kwam daar en hij begon in Surinaams te praten van Noas Manesiki. Noas Manesiki, ja, Noas Unosapsu Manami. En ik zag hier, hij had een pistool hier verborgen en hij begon aan mensen te grijpen. We werden met de dood bedreigd, als we niet weggingen werden we, zouden we met de droog. Zo en iedereen in problemen gaan. Dus iedereen voelde zich onveilig daar. Ik zag mensen huilen, dus ik was genoodzaakt op den duur. En ik moest er moest oplossing komen en ik moest in iedereen zeggen om naar de stad te gaan. Ik had geen andere keus. Dus ik heb dan uiteindelijk aan iedereen gezegd dat we naar de stad gaan. Medewerkers van goudbedrijf Boss Enterprises over de escalatie in Balingsula afgelopen maandag. Deze kwestie is nu op het bord van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.